Lachgaspatronen worden steeds vaker gebruikt door jongeren. Door het gebruik van deze patronen werden alleen al tijdens de Koningsdag en Nacht op meerdere plekken mensen onwel. In veel gevallen kan het gebruik van lachgas leiden tot misselijk en duizeligheid. In sommige gevallen zelfs tot blijvende gehoorschade. Daarnaast heeft het gebruik van lachgas in het verkeer al tot enkele aanrijdingen geleid. VVD-raadslid Rebin Maref vroeg aan burgemeester Ahmed Marcouch of hij bereid is de mogelijkheden te onderzoeken om, in navolging van Alkmaar, ook op Arnhemse evenementen een verbod in te stellen op de verkoop van lachgaspatronen en het verbod op te nemen in algemene plaatselijke verordening. TV-verslaggever Hubert Vet sprak met het VVD-raadslid. Nou, meneer Maref, we staan hier in de Rijnstraat in het winkelcentrum van Arnhem. Volgens mij behoorlijk wat plekken hier waar dat lachgas ook te verkrijgen is. Kunt u dat even beschrijven? Nou, het is heel simpel eigenlijk. Ik denk in een straal van 50 meter kun je hier meer dan 10 winkels aanwijzen waarbij je dus lachgaspatronen kunt kopen. Dus mm-hmm. Zo makkelijk is het. En daar is geen leeftijd aan gebonden. Dus jong, oud kan het krijgen. Gisteravond in de gemeenteraad heeft u hier vragen over gesteld aan de burgemeester. Wat wilde u van hem weten? Het doel van die vragen was eigenlijk... Herkent u dat het een probleem is? Ziet hij ook dat het echt een probleem geworden is? In het begin was het nog een klein groep, nu zie je dat er steeds echt heel veel gebeurt. Over het hele land, niet alleen in Arnhem trouwens. Mm-hmm. Dus ziet hij dat het een probleem is? En kunnen we daar een oplossing voor vinden? Mm-hmm. Want de mensen op straat, dus de agenten, handhaving, die lopen daar tegenaan. Mm-hmm. Die zien die kinderen dus echt ontdoofd worden, misselijk. En daar moet toch een oplossing voor gevonden worden. Ja. Daar begint denk ik ook wel gewoon het begin van een oplossing. Dus als je even kijkt, wat kunnen we wel doen? Dat heb ik ook gisteren nadrukkelijk gevraagd. Mm-hmm. Het begon natuurlijk met, er is geen landelijke wetgeving, daar wachten we op. En dat is ook goed. Ik bedoel, dat heb ik ook aangegeven, staatssecretaris Blokhuis is ermee bezig. Mm-hmm. Maar in de tussentijd zie je wel dat we gewoon hier in de stad gewoon het probleem steeds verergeren. Dus kunnen we kijken wat wij hier in de stad kunnen doen, totdat er vanuit landelijk een oplossing wordt gedragen. En dat heeft hij toegezegd, dat hij het in ieder geval gaat onderzoeken, gaat bekijken. Ja. Dat is een mooi begin. Nogmaals, het gaat mij echt, waar ik mij persoonlijk vooral zorgen om maak, is als ik de Koningsdag hier in deze straat rondloop, ik dan echt jongeren, echt kinderen zie rondlopen, rusteloos worden. En we kunnen als gemeente niks doen omdat er een beetje onduidelijk allemaal is. Ja. En de boodschap is eigenlijk, het begint al bij de ouders. Ik bedoel, doordat het nu ook deze vragen worden gesteld en u de aandacht aan geeft, is het ook voor de ouders duidelijk van, goh, het is helemaal niet zo onschuldig als dat het lijkt. Mm-hmm. Want als het thuis gebeurt, dan is een inhaleren één ballon, dan is er weinig aan de hand. Mm-hmm. Als je het in de stad doet en je gaat er 10 achteruit, dan hebben we een ander probleem. Dus je wacht eigenlijk op landelijke regulering, zoals alcohol en tabak, en tot die tijd zegt u, beter even niet. Beter even niet. En burgemeester, neem een actieve rol aan in Den Haag en geef ook aan waar wij hier in Arnhem tegenaan lopen. Zodat die oplossing ook passend is voor ons.